Verderop. Petroleumbak. Stinkt als petroleum. Ja, daar kun je wel foto's mee maken met zo'n ding. Alles pak het goed op. Het beweegt niet zoveel. Ja, daar gaat niet uit. Zal ik hem goed los? Ja, Joop, dat is
gemaakt dan. Een oudere man, maar met die leeftijd dat van vader Jo ook al. Oh, Joffelen. Joffelen. Kijk, die fietsen. Maar als je het verweegt, Joffelen wilde niet mee fietsen. Het is allemaal te modern, te geïngeweken, want die wil daar niet mee fietsen. Ja, dat wist hij niet. Martijn die kan niet. Gaan we die leeftijd schreef. En dat vroeg niet Martijn. Hij weet dat niet Martijn. En Martijn zei, je hebt het toen laten stikken. Dus dat komt werk verleen. En ik had dat ding op 16 gekregen. Want neem hem dan in dienst. Leid hem op in het airco-business. Ja? Ik zeg, bied hem geld. Ik zeg, neem hem in dienst. Ik zeg, en dat doe je er apart bij. Zaak kreeg dat. Kleine moeite. En dat deed hij toen niet. Nou, en toen hij de tweede keer was, twee weken terug. Toen begon hij er weer over. Ja, we moeten niet met mij overleggen. Dus ik zou toch met Martijn moeten overleggen. Dat zei hij al, ik zei, ik vind het nog hier om een keer Dus hij zegt, vroeg je hem, dat is compleet, met de rijst hier erbij, want het lijkt zo. Ja, maar als jij er een opname van moet maken, dan hang je van hem hier, je bent klaar. Nou, dan heb je geen zon aan de tijd. Kijk, als je het eerlijk wil gaan doen, hij vraagt gewoon geld. Ik zeg hem dat een opname, ik zeg maar, de gemeente belt hem op, joh. Je moet de brug van Om. Ja. Op de brug van Dalton moet ik nog foto's hebben, weet je wel. En dan ging die in, die staat op. Hup, klik van alle hoeken. Hup, klaar. Nou, 42 kreeg ik al zeg, nou dat kost gewoon €500. Dan moet Jorrie hier doen, dan zeg je gewoon van oké, ik heb alle apparatuur wel. Maar de mannetje aan de sticks. Die zat er bijna heel lang. Die heeft hele apparatuur in de hand. En dan zeg ik van jongen, doe dan gewoon. Zo verdeeld, het zijn er 20% of zo. De type van 5 en 100 euro verdiend. En nu 4 uurtjes. En dan hadden we nu de 4 uurtjes gestaan. Dat is gewoon 20% van wat je vraagt. 400 euro, en dat is anders. 20 euro, dat is 200 euro. Dat begint niet meer. Dan doe je er één. Met 20 euro, ja, dat is 200 euro. Dus dan ben je ook weer bezig. Je kunt niet zeggen, ik heb het aan het als je even neemt zit om een goede piloot, dan zie je meer geld weer. Dat lijkt hem toen ook wel zeg, ja, dan komt hij wel een 24 euro per uur. Ik zeg met hem, maar hoe gaat hij die uur berekenen? Ik zeg, dan moet je tegen hem, op het moment dat ik aan je thuis ben, hek is dat, ga de tijd door. En op het moment dat je bij de hek weer binnen rijden, stop het uit. Dan moet het stoppen. Dan moet je niet meer verkloppen. Dit is een niet bestaande heling. Ik weet nog alleen dat hier wel eens af is, zo'n ding die hoog op de poort stond. Daar ben die poort, die heeft allemaal ingekomen. Die motor, die stond de deur op. Ik heb gewoon de romp gepakt. Ja, en ik heb het staart aan de voorkant gemonteerd. Hij vliegt altijd achteruit in feite. Maar die motor die hier daaronder zit, ja, dat is de voorkant. En we hebben hem helemaal veranderd. Hij is druk hier geweest, gewoon bij hem thuis hoor. Kapje, de gele kapje heb ik voor hem gemaakt. We hebben een kapot stuk van de cabine. Ja, dat is het. Een beetje bijgevormd. En dan ging ik weer aan toe. Hij zegt van, nee, hartstikke goed gedaan. En hij zegt, dat vliegt nooit. Nee, ik zeg, hij vliegt alleen maar met de camera erop. Of met gewicht, voor die zwaartoe. Je kunt er niet gewoon een beetje mee gaan van domen. Dus daar is hij niet voor gemaakt. En dan kwam met de vorige keer, ja, en dan kwam de camera, die kwam. Tussen de zandgestel te gaan. Dus je draait altijd met die camera tussen de zandgestel door. Nu niet meer. Nu heb je net geen last meer van. Hij is er gek op Martijn, maar hij heeft het bij Martijn geknald. Dat is jammer hoor. Ja, maar kan het voor 2 weken doen. Hij was hier aan rozen met dat ding. Hij zei, godverdomme, dat durven jullie met hem. Net dat het met zijn eindtieners bezig was, weet je wel.
heel aardig gelegen en een beetje stom. Dat zijn